Gisteren had ik een verplichte rustdag, dus ik mocht niet zoveel doen. Mond dicht houden, want ik moet morgen en donderdag zingen in Eindhoven en vrijdag in Os. Dus ik heb heel rustig aan tafel gezeten. Maar wat doe je dan? Vraag je af, hè? Paul, kun je nou eens laten zien, wat doe je dan met zo'n verplichte rustdag? Ik wist het niet tot ik Tim de Beste in mijn leven is gekomen. Die heeft me dus iets gegeven. Ik heb de hele avond heb ik hiermee gewerkt. Ik heb namelijk een kleurboekje gekregen van Rotterdam. Kleurboek voor Rotterdam. Daar heb ik begonnen met de Euromast. Ik heb kleurtjes geprobeerd. Ik pastel, de invloed van, nou ja, eigenlijk van Edvard Munch, van De Schreeuw en van Van Gogh. Ik heb eigenlijk wat Jasper Carbee zei de hele tijd door, heb ik ook verwerkt in mijn tekening voor Tim van de Euromast. En een beeld van Tollens. Wist ik ook niet dat er in het park stond. En ik denk, wat ben je wild te omgaan met de kleurtjes? Maar ja, ik had een hele rare maandag. Stemmen gaat alweer goed en dat heb ik te danken aan de kleuroefening van Tim de Beste, waarin ik Rotterdam in een ander daglicht heb gezegd, namelijk in pastelkleurtjes.